naar de volledige derde speeldag in de tweede klasse afgewerkt. Drie ploegen hadden nog het maximum van de punten. En twee daarvan speelden tegen elkaar vanmiddag. En de Leeuw ontving KV Mechelen. Het verslag van die topper is van Koen Meulenaren. De topper komt moeizaam op gang. Na 10 minuten het eerste gevaar, een verre vrijschop van Vasiljevic, Lukaku komt door en Mossi glijdt binnen 0-1. De eerste tegengoal voor Denderleeuw dit seizoen van de Boulondees Douma Mossi. Denderleeuw heeft moeite met de solide Mechelse verdediging. Na 25 minuten van Wanbeke naar Daniel Simmes, ex-Lierse. Een laag schot, maar weer op spak. Mechelen voetbalt geduldig, maar het gevaar blijft beperkt. Op het half uur Mossi naar Lukaku, een schot tegen de deklat en Tom Kaluwe komt naast. De Mechelse defensie wordt maar één keer echt uitgespeeld. Heijmans naar Van Lint, Pidictor naar Yves Doelings, langs Ivan Willocks, maar Jacob redt op de lijn. De wedstrijd kan wat meer spektakel gebruiken en dat komt er na de rust. Na 14 minuten, Juma Mossi opnieuw met een bijzonder lange rem. Komt niemand van Denderleeuw tegen, dan toch Wilco de Rijk. Er langs en prachtig afgewerkt 0-2. Het tweede doelpunt van de Boulondees na een bijzonder mooie solo. De verdubbelde achterstand schudt het thuisploeg wakker. Vrijschot Heijmans, Stefan van der Heijden met een half schot en dan rommelt Yves Doelings binnen. Vijfde doelpunt dit seizoen voor Yves Doelings. In herhaling blijkt dat eigenlijk Willocks de bal in eigen doel duwt. Denderleeuw is plots weer het echte felle Denderleeuw van voor het seizoen. Goed schot Heijmans, kopbal Blankaart, Stefan Willocks. Na 23 minuten een voorzet van Daniel Simmes. Een fout van Van den Broek op Van Wanbeke en penalty zegt Frans van de Wijngaard voor de duwen. Mario Roelands achter de bal en Denderleeuw staat gelijk in goed 10 minuten van 0-2 naar 2-2. Bij Mechelen krijgt Ribus wegens protest nog een tweede gele kaart, maar het blijft bij een moeilijke puntendeling. Toen we eigenlijk 2-0 voorkwamen, stonden we al ergens onder druk. En dan heb je ervaring nodig, heb je een beetje geluk nodig ook om die eerste minuten te doorstaan. Dat is ons niet gelukt. En ik moet zeggen, dat was ook mentaal en op het gebied van karakter een sterk punt van Denderleeuw. Speelt dit KV Mechelen al het voetbal dat je voor ogen hebt? Nee, wat de manier betreft zeggen was niet, maar het is een vrij jonge ploeg en dan heb je het raandeel van perfect voetbal. Maar dat is afhankelijk van omstandigheden, van spelers, van tijd. En dat we die tijd zullen we vast nog nodig hebben. Dat we rustig de voetjes op de grond moeten houden. Dat we zeker vast niet nodig om tevreden zijn over de eerste wedstrijd. Maar dat we elke week zullen moeten heel scherp zijn en klaar om die tegenstanders zoals Denderleeuw met kwaliteit en mentaliteit aan te pakken. Ik kan voor Mechelen wel eens ervan geprofiteerd om een paar soortjes bij ons af te straffen. En maar dan vind ik het schitterend de manier waarop we tot toch goed teruggekomen zijn. De jongens hebben ervoor gevochten, voor geknapt. Een goede voetballer. Ik kan ze alleen maar feliciteren. Ik dacht dat we terug zeer goede transfers gedaan hebben. Met enorm veel maturiteit, enorm veel talent en maturiteit. En je hebt ook de betere accommodatie nu in vergelijking met vorig jaar. Denderleeuw wil overopten. Ja, het is niet te vergelijken. Nee, wij zijn nu. Wij zijn van 90 jaar geleden jaar met ons gelachen en ons klein pleintje, onze accommodaties. Ik dacht dat we nu over een accommodatie beschikken die mag gezien worden, waar we 4 mogen op zijn. En dat zet natuurlijk de ambities van Denderleeuw in de verf, dat is juist. Dan ja,